De Stichting Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname, SIFIS, houdt in samenwerking met het REDPLUS Programma Management Unit 3 een driedaagse informatiesessie voor de vakbeweging in Suriname. De informatiesessie is vandaag gestart. Het doel van deze sessie is vakbondsleiders en belangstellenden te informeren over het REDPLUS Programma. Ook is de rol van dit programma voor een duurzame ontwikkeling van Suriname belicht. Directeur Victor Jones van SIFIS vertelt meer over de informatiesessies. We weten dat klimaat en klimaatzaken heel hoog op de agenda staan wereldwijd. En Suriname als met haar 93% bebossing kunnen we spreken als het land met het hoogste of het bosrijkste land ter wereld. Die zal zeker ook hiermee moeten meeliften en mee fietsen. En we hadden geen keus als vakbeweging, als heel belangrijke actor, als stakeholder om ja te zeggen. En voor ons is zeker, voor mij althans, belangrijk te weten van wat gebeurt er, hoe kunnen wij meeliften, wat kan het allemaal voor ons betekenen, economisch. En zo zijn er talen van vragen die hierbij komen bij kijken. Jones vertelt verder dat het belangrijk is te weten dat Suriname economische voordelen kan halen uit haar bossector. Onze bossen betekenen niet alleen maar voor de voeding, maar ook voor de gezondheid. En de bedoeling is dat we toch wel wat meer te weten krijgen. En wat de rol zal zijn van Suriname om er munt uit te slaan. Uit die rijkheid dat we hebben aan bos. Directeur Victor Jones van SIFIS over de driedaagse informatiesessie over REDPLUS die gehouden wordt voor vakbondsleiders.